bedrogen uit liefde. Ik ben teruggekomen uit liefde. En ik zal altijd bij je blijven uit liefde. En op een dag zal je het zien. Eindelijk. Zeg dat je van me houdt. Nee. Dan zal ik je dwingen van me te houden. Laat dat, verdomme! Valium en Librium. Wist je niet dat dat spul in combinatie met alcohol levensgevaarlijk is? Ik sliep zo lekker. Zonder roes slaap je nog lekkerder. Je had beloofd dat je geen druppel meer zou drinken. Hoe is het met u, meneer Van Steeneren? Goed, heel goed. Even busy als altijd. Ja, werken is zijn lust en zijn leven. Dat herinnert u zich ook nog wel. Ja, van lang voor uw tijd. En de zoon? Onze zoon is weer begonnen. We hopen hem binnen een half jaar geluk te kunnen wensen met zijn einddiploma. Aardige, intelligente jongen. Ja, dat zie je altijd. De vader bouwt iets op. Werkt zich over de kop om zoon die van goede opvoeding te geven. Te laten studeren. Honey? Wat bedoelt u nou? Ik zeg nog niet dat ik niks wil, ik weet alleen nog niet wat ik wil. Alleen niet in de zaak van je vader. Ik heb een uitnodiging voor het jubileum van Steenderen. Zin? Enig. Gaan we? Nee. Oké, dan ga ik alleen. Volg je hart, liefste. 11:00. Nou, over een uurtje zullen ze wel thuis zijn. Ja, ik had graag gebleven na de receptie, maar het werd te gek, hè. Al die gezichten, al die toespraken, al die handen. Wethouder Ruizendaal, die heb ik nog eens een pak voor zijn billen gegeven. Toen wij ons achter een struik aalbessen stond leeg te vreten. 12 was hij toen. Hij wist het nog. Het is nou een hele deftigheid. En oude Harm? Nou, oud. Hij is een stuk jonger dan ik. Al loopt hij ook al tegen zijn AOW. Maar ja, je kan zien, Frans is bemind door iedereen. Wat zei die dokter De Vries ook weer? Waar een wil is, is een weg. Maar ik zeg, waar Van Steenderen is, is een weg. Ja. Oh ja, en ook, als een ander ergens geen weg meer mee weet, dan legt Van Steenderen er een aan. Dat is toch even goed, hè? Ja, die man heb gestudeerd. Maar het ontroerendst vond ik toch die toespraak van Schellekes, de hoofdopzieder, die van het begin af met Frans heeft meegewerkt. Over dat Frans dezelfde is gebleven, een kameraad van zijn personeel. Dat ze altijd in alles met hem hebben meegeleefd, ook in zijn privé. En dat als er een tijd komt dat het jonge volk het oude gaat vervangen, dat er dan dezelfde vriendschapsband zal zijn met de jongen van Steenderen. Want die kan geen betere leerschool vinden dan vader Frans. Ja, kunnen ze mij nog meer vertellen over deze tijd, maar je ziet het, het ken. Ja, ja. Echte per daarvoor. Dat rottige Amsterdam, zeg. Het was ontzettend druk en ik had zo'n haast en ik moest nog even gaan naar een oude tante van me. Die lag in het ziekenhuis en binnen het gasthuis. Ik sta op de munt, zeg, levensgevaar. Ik zeg tegen die agent: agent, kunt u me vertellen hoe kom ik het snelst in het binnen het gasthuis? Hij zegt: steekt u hier maar over, meneer Scherkens. Ja, ja. Het derde couplet. Ja, even wachten. We hebben een goede inzet, het is een halve werk, jongens. Nou timmert Frans al 20 jaar met asfalt aan de weg. Van wandelpad tot autobaan, voor hem is alles weg. Maar wie met pek verkeert, die wordt besmet. Dat is slecht.
Want vast, je blijft gezond, zodat je personeel niet zegt: van Steenderen, van Steenderen, dan moet je toch eens zien. Je goede goed zit woordenvol met teer van de E10. Wanneer ze jou vanavond ziet, wat zegt jouw Jannie dan? De lieve schat, het hindert niet, je bent en blijft mijn man. En thans, dames en heren, vraag ik u gewaardeerde en speciale aandacht voor ons grote ballet, de geboorte van Een Weg. Je zou wel denken waar deze ding ligt. Ja. Maar de echte die hangt sinds vanmorgen aan de gevel van ons hoofdkantoor. Ja. Ah. Ja. Even deze keer, hè? Ja, nee. Nou, nee, doe het zo maar, doe het zo maar. Vrienden! Nee, ik geloof dat ik jullie zo noemen mag, hè? Ja. Ja. Ja, ik ga tegenwoordig nog vaak naar de kerk. Oh. Ja, maar daar hoor je tegenwoordig ook geen Latijn meer, dus ik ben het eigenlijk een beetje verleerd. Ja. Maar gelukkig heb ik naast me iemand met een academische graad en een woordenboek en dan wist hij weg. Oh. Ja. Hier, Frans van Steenderen. FVS. Fortitudo virtus sapientia. Kracht. Moed en wijsheid. Ja, kijk, hij zegt dat vichtes, dat kan ook betekenen deugd, maar dan slaat het niet op mij.
Ja, vrienden, het is heel goed dat deze wapenspreuk niet boven mijn deur komt te hangen, maar aan de gevel van ons hoofdkantoor. Omdat Van Steenderen een naam is van een bedrijf waar bijna 200 mensen namelijk een voorbeeld zijn van die kracht, moed en wijsheid die onontbeerlijk zijn voor het vertrouwen in de toekomst. Ik heb zoveel over hem gehoord. Ik ben gevraagd. Ah, ja. Kan ik helpen? Ik zie dat u geen personeel heeft. Oh, nee hoor. Ik heb al het personeel naar huis gestuurd. Ik loop zelf graag een beetje rond. En trouwens, op die tafel staat alles wat mijn zoon van de boer zo weet te bedenken. Ja, verrukkelijk. Was u al een beetje gewend? Hoe bedoelt u? Ik had begrepen dat u heel lang in het buitenland heeft gezeten. Oh, nee. Ik ben 10 jaar in Australië geweest. Daar heb ik gewoond. Ik was getrouwd met een schurk. Oh. Ja, zulke dingen gebeuren, hè? Yeah. En gewend? Nou, dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, ik was hier nooit ontwend. Oh. Zeg maar, Jannie. Met genoegen. Ja. Zeg, vond Leendert dit een geslaagde dag? Leendert? Ja. Oh, dat mijn man. Ik geloof het wel. Ja. Zo. Ja. Die ging heerlijk uit, hè? Kijk, en hoe is het met mijn lieve Tanja? Goed? Zo, is het lekker allemaal? Ja. Hij is toch autoritair genoeg om ja, dat in de hand te houden? Dat is juist. Maar je kunt ook te getapt zijn bij het personeel en dat impliceert meestal dat ze zich denken alles maar te kunnen permitteren automatisch. Nou, ik geloof in het geval van Steener is dat niet waar. Trouwens, hij is erg geliefd, dat kun je vanavond duidelijk merken. Natuurlijk, de oudjes mogen hem zeker en een mespuntje oorlogsboter hebben ze allemaal wel op het hoofd. Was hij echt NSB'er? Nee toch? Ah, wel nee. Het hoofd is iets te spontaan gereageerd op de arbeidsinzet, dat is alles. Ja, maar ik dacht toch dat het weigeren van dat lintje te maken had met het feit dat zij nog... Jannie, die zalm is verrukkelijk. Ach, schot. Dat dacht ik wel, dat proefde meteen. Hetzelfde water waar de whisky op wordt geënt. How about a little dance? Ooh, tuurlijk. When there's one sheep over the dam, there follow more. Oh, is dat Engels? Not at all. Het zal aan mij liggen. Is hij echt nog zo'n rotkerel? Is een kater een rotbeest omdat hij de pest heeft aan een reu? Nee, ik ben niet in een teef. Dus eigenlijk... Zo. Ja. Je bedoelt de Rijksweg 27, Hilversum-Utrecht. Ja, nou, wij leven en welzijn, hè? Afgezien van de berenkuil. Hè? Maar ik ga het toch een beetje kleiner aandoen, hè? Een beetje, ja, minder grote objecten, begrijp je? Ja, minder investeren, ja. Kleinere groepen en zo. Dus de Vries krijgt gelijk? Dat zal ik hem nooit nageven. Nee. Maar ja, het kan niet anders, hè? Materieel verouderd, trouwens de oude ook. Ah, het is lulkoek, hè? Je bent verdomme net verloofd, hè? Straks dan, dat begint ze nog iets met hem. Nou, dat versier jij zijn wijf, is ook de zonde waard. Ja, zeg, jij bent toch een heerlijke liefhebber van wijn. Ik heb een heerlijke Chateau Margaux van jou staan. Wil je die proeven? Jongen? Een cadeautje van Swons, man. Oh, als een hondje achter zijn baas. Ja, ik zeg altijd eens op, als je maar een beetje van zo'n genieten, dan heb je het. We hebben de schatkamer al ontdekt. Ja, maar dit is alleen voor kenners, hè, voor de fijnproevers. Ja, gewoon voorzichtig. Ja, doe je dat. Helaas, Jannie, rock and roll heb ik niet onder de knie. Nee, moet je ook niet alleen onder de knie hebben, moet je helemaal aan je hebben, overal. Wacht even, ik krijg jou nog. Zeg, wat doe je? Toch niet voor mij? Ik wil graag 1 keer kunnen zeggen dat ik ooit eens met een priester gedanst heb. Laat dat een leugentje om best wil blijven. Je wilt niet zeggen dat je niet dansen kan? Nee. Maar dat is ook een leugentje om best wil. Heel voorzichtig.
Even luisteren. Wie zoekt best wel eigenlijk? Laten we zeggen dat de plaat die een mens in deze wereld toegewezen heeft gekregen, gebonden is aan bepaalde taboes. Dans je toch niet aan zee? Oh, nee. Nee, niks aan. Dans maar. Ik zou graag kijken. Dans met Frans. Dan kijk ik het liefst naar. Dat plezier doe ik je graag. Wat? Nee. Zo, kijk. Dat is de zielzorger van het gezin. Dominee? Nee, ze zijn toch katholiek? Dat is een priester, dat noem je tegenwoordig geloof ik een pastoor. Nou, heeft ze duidelijk niet laten verleiden. Geef hem ongelijk. Trouwens, dat zou in dit gemeneerde milieu ook niet goed vallen. Maar dat neemt niet weg dat ik me graag laat verleiden. Door haar? Ja. Door jou natuurlijk. Dat is goed nieuws, zeg. Zijn ze op een geniaal. Rustig aan, hè? Ja, voor een man of halve kracht. Van halve kracht. Wordt het niet langzamerhand onze tijd? Hè, we moeten morgen om 7:00 op. Die verdomde waterleiding komt. Oh, saaie man. Ik haal nog een glas wijn nee, voor Nee, ik ben aan mijn tax. Ik wil niet onbekwaam achter het stuur zitten. Nou, dat proef je van onbekwaamheid kan er ook nog wel bij. Hoezo? Dan niet. Nee, dat kunt u best niet. Ja. Politiek is een vak. Gesalarieerde idealen, dat zijn geen idealen. Persoonlijk belang moet wijken voor algemeen belang, zeggen ze. Maar met algemeen belang bedoelen ze partijbelang. Carrièreslovers. Shit! Hoe oud ben jij? 18. Hoezo? Oh, omdat je het allemaal zo goed weet. Ja, allicht. Nou kan het nog. Over 10 jaar dan ben ik een tevreden burger trut met 3 jengelende kinderen in een woningbedwoning en een tweedehands Volkswagen voor de deur. Nou. Kom er maar gauw mee dansen, trutje. Hé? Ja. Hé! Hey. Nou, kijk, jonge luidjes. Geef me ze zoen. Oké. Is er niks aan verbind? Zeikert. Ja, ik ben maar ongemerkt weggegaan. Het was erg gezellig, maar het is morgen weer voor dag en douwdag. We hebben helemaal niet kunnen praten, dat is jammer. Ja, dan moet je maar niet onderduiken met een klein verleidster. Het is geen verleidster, het is een rare meid die scheldt op politici en op Pax Christi. Ze wil dat ik dienst weiger. Ze wil zelf naar Biafra. Dat is een heel programma. Teenager geleuten, hè? Ja, jongen, wij worden ouder. Ja. Zeg, zie jij een Koosje Baring nog wel eens? Ah, wel nee, dat was toch niks? Toen wel, zei. Nou ja, het was wel wat toen. Het was eigenlijk heel belangrijk voor me. Ik ben blij dat u me toen gewaarschuwd heeft. Ik heb de wijsheid ook niet in pacht, Arie. Maar ik had echt reden tot bezorgdheid. En ik wil graag mijn steentje bijdragen tot je geluk. En dat van je ouders. Nou, bedankt. Ik hoop het. Eerlijk gezegd, ik geloof er ook in. Eerst komt het geloof en dan pas de hoop. Heb ik eens horen zeggen. Dat moet een wijs man geweest zijn. Zeg, vrijdagavond verder, hè. En sterkte met je laatste HAVO-nootjes. Dank je wel. Dankjewel, Ojo.
Mag ik me even tot tolk maken van dit gezelschap, wat zo'n geweldige dag heeft gehad. Maar helaas, er is natuurlijk een tijd van komen. Toch wilde ik vragen of u mij wilde volgen in de ode die ik zou willen brengen aan ons feestvarken. En wel het aloude. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Wat een orgaan heb je. Willy Albert is er even. Ik vind het erg jammer dat jullie weggaan. Nee, als het aan mij lag, bleven we tot 6 uur. Nee, geloof me. Ja, doe het dan. Maar ik moet wel zeggen, ik ben jullie verschrikkelijk dankbaar voor deze onvergetelijke avond. Weet ik echt. En wel thuis en voorzichtig rijden. Nu mag ik je rust geven. Oh, spring eruit de band, Leen. Tot ziens. Heerlijk. Dag mevrouw Steenler. Frans. Dat genoeg. Dag mevrouw Lans. Dag. Bonjour. Ja, salut. Bonjour. Goedenavond. Ja. Ja, je zoent beter dan je danst jij. En jij danst beter dan je zoent. Is dat uw afspraak? Ja. Ja. Zo. Nou, bedankt. Dan gaan we eerst de buiten even zoeken. Goedendag. Die visie mag ik niet. Ik vind het met permissie een rotkerel. Nou, dat is een gezellige avond. Ja, Jochie, die vader van jou, daar mag je trots op wezen. Je kan wat. Ja, het is een mooi huis, hè? Zeg, hé. Goeie reis naar Biafra. Dag, Harry. Het zou leuk zijn als je na de vakantie nog eens langskomt. Ja, tenminste, als meneer Van Zwaai dat aandurft. Niet haatdragend zijn, jonge vriend. Anders had je mij vanavond hier niet gezien. Leer van mij dat vooroordelen altijd uit de boze zijn. Ah, leer ik dat van u? Of u van mij? Huh? Sorry. Ik heb vanavond voor het eerst in mijn leven whisky gedronken. Oh, geef niet, jij hoeft niet te rijden. Kom, directeurtje, wees nou verstandig, hè? Wat wil jij me verstand bijbrengen? Grotesk. Ik rij nog uitstekend. Dan moet je me voor aap zetten tegenover die snot, jongen. Oh, we zullen je missen, hoor, Arie. Wij allebei. U ook. Dag. Springt minstens een miljoen op. Dat was waar het geld in zit. Zo'n huis krijgen wij nooit, dat is zeker. Jaloers? Je weet hoe ik over haar ben. Ik heb je dit strikt in vertrouwen verteld. Ja. Denk erover na en doe je je voordeel mee. Kijk, een schip heeft maar één kapitein. En bij schipbreuk verlaat de kapitein als laatste het schip. En als de stuurman uitstapt? Dan blijkt het een verdomd onbetrouwbare stuurman te zijn. Koppenhond. Mijn sympathie heb je. Ja, de mijne ook al heb ik geen idee waar jullie het over hebben. Ja. Ga je kussen? Oh. Mag ik? Dag. Dag.
Dank je wel. Dank je. Zeg, enige avond. Hè? Enige mens. Jammer, ja. Wat jammer. Oh, ik had toch wel een hoofd in zijn hoofd. Laag van niveau. Ik mag hem wel, maar hij had bij zijn oude gedoetje in de bult moeten blijven. Soms ben je een prol, lieve. Uh-huh. Een snop en een prol. Beter leeg water dan leeg hoofd. Dat is verdomme die chauffeur nou. Charles! Spijt me, meneer. Ik was even aan het koken. Toch moeten wij eens met elkaar praten. Maar dat hebben we veel te weinig gedaan. Dat is toch niet nodig, man? Hebben wij toch niet nodig? Jawel. Praten heeft altijd zin, Wim, altijd. Zie, we moeten gewoon praten over de plaats in de zaak van jou. Natuurlijk. Frans weet toch precies wat hij aan jou te danken heeft. Ach, bemoei je er toch niet mee, mens. Ik heb toch net zoveel aan Frans te danken als Frans aan mij. Hè? Alles op zijn tijd. Goed. Nogmaals. Bedankt, hoor. Kom goed thuis. Ja, tot ziens. Dank je wel. Tot ziens. Is nog net zo haaibaar als vroeger. Hm? Ach, ze bedoelt het goed, maar ja, het is een vrouw. Ja, Schellek is echt mijn trouwste verzal. Ik heb er veel te weinig aandacht aan besteed. Mm-hmm. Maar ja, zo gaat het. Hè? Trouw wordt altijd heel slecht beloond. Ik ben trouw. Dat is je geraai. Mm-hmm. Beloon je me dan? Zeg maar wat jij wil. Jou. En na je eindexamen studeren zeker? Nou, dat weet ik nog niet. Ik ben niet zo'n studiehoofd. Nou, het is anders nooit weg. Als mijn man zo'n kans had gehad... Ach, mens, nou, gaat dan... toch weg. Je mag je handen dichtknijpen. Hoofdheidvoerder bij Van Steenderen staat ze wat gelijk als secretaris-generaal, hè? Nou, Ik mopper toch niet. Ik bedoel alleen maar ingenieur is toch maar ingenieur. Ja. Ja, gaan maar nooit, jongen. Tevreden zijn ze toch niet. Nou, we gaan. Ja, het beste. Ja, dank je. Tot kijken. Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Waar denk je? Too much. Denk daar om Schellek eens in de directie op te nemen. Oh. I wonder if you're lonesome tonight. Hij heeft een vakman naast. You know, someone said that the world's a stage. Heeft hij toch? Must play a part. Ik heb geen geduld. Playing in love with you as my sweetheart. En geen tijd. Act one was where we met. I loved you at first glance. Ik hou veel meer van je dan vroeger. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Yeah. Then came act two. Using the change, voor het geval jij zeggen zou wat je nu net gezegd hebt, heb ik een fles roze champagne kan staan. Honey, you lie when you said you love me. Ja. Yeah. And I had no cause to die. Just... honeymoon. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living the life. Now the stage is bare. Ga ik oma even I'm standing there. Yeah. With emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart? Nee, zei je. Hey. Come back? Oh, dit. Wow. Tell me again. Are you lonesome to love? Oh!
Frans? De heer Van Steenderen heeft kort na zijn ernstige ziekte van vorig jaar met mij een onderhoud gehad waarin hij te kennen gaf in een nieuw testament uw zoon in de legitieme te willen stellen en u, afgezien van enige legaten, te willen benoemen tot universeel erfgename. Ik heb hem erop moeten wijzen dat daardoor de helft van het vermogen aan successierechten verloren zou kunnen gaan. Waarom? Namelijk in geval dat zou gebeuren wat nu helaas gebeurd is. De goede bedoelingen van uw vader om uw moeder weer volledig in alle rechten te herstellen zijn natuurlijk te prijzen. Maar zolang een verbintenis niet wettelijk is bekrachtigd, is het mijn plicht te wijzen op de gevolgen van een emotionele en onberaden stap. En wat gebeurt er nu? Nu blijft u, afgezien van enige mutaties in het codiciel, waaronder een legaat aan mevrouw Zegers-Vos, nu blijft u universeel erfgenaam. Het privévermogen van uw moeder, dat naar ik meen grotendeels bestaat uit aandelen van Steenderen, blijft hierbij volledig buiten beschouwing. Kun je een nalatenschap ook afwijzen? Natuurlijk. In dat geval komt de verdere familie in aanmerking. Maar waarom zou het u? In uitzonderlijke gevallen blijken de successierechten wel eens hoger dan de opbrengst van effecten. Ook kan een boedel wel eens dermate zwaar met schulden belast zijn dat de nalatenschap negatief blijkt. Want u neemt uiteraard zowel de lusten als de lasten over bij het aanvaarden van de nalatenschap. Maar in uw geval, meen ik, met mijn advies... Dank u, notaris. Ik ben er zeker van dat u mijn man goed geadviseerd heeft. Kom, Arie. Neemt u mijn moeder niet kwalijk? Ze is een beetje in de war. Volkomen begrijpelijk. Succes met je examen. Dank u wel. Dag. Ik geloof dat ik hier verkeerd ben. U verkeerd? Nee hoor, dambezoek is altijd in. Oh, maar jullie zijn toch van Steenderen? Jazeker, we zijn daar bezig met die aardewaren aan te leggen. Oh, en wat is dat dan? Ah, dat is van Broekhoven. Die spuit daar een paar hectare grond op. Dat is voor die nieuwe woonweg, hè? Ah, ja, ja. Is Schellekes hier niet? De hoofduitvoerder, stond hier net niet met Van Broekhoven te praten. En waar moet ik dan zijn? Gewoon deze kant op, dan komt u zelf wel tegen. Oké, dan ga ik even kijken. Bedankt. Kijken, dat is vakkenleer. Nou, vanavond. Waarom stuurt het naar de verkeerde kant op? Ja, die ben je over de verkeerde kant. Slipt. Zal er nu eens een slipje niet wezen.
uitgevist. En? Gemiddeld 8,6. Nou, heel volhardig, mijn jongen. Daar wordt een herbapatie vrooien. Dan moet ik alleen mijn handen slikken. Rij jij zo met mee. Oké. Okay. Zelfstandige productieorganisatie. Ja. Wat voor ondernemingsvormen zijn er? De eenmanszaak met volledige aansprakelijkheid. De vennootschap onder firma met twee of meer hoogte aansprakelijkheid. En de naamloze vennootschap met aansprakelijkheid in plaats naar een rechtspersoon. Op zijn lullenbak. Hé, hey, Joop! Ja, maar redelijk een verklote kussen, je mag kiezen. Besloten vennootschap. Met beperkte aansprakelijkheid, commanditaire en coöperatieve vereniging. Goeie. Wat is een preventief aandeel? Preferent. Preferent aandeel. Dat heb jij in mijn eindexamen. Goeie thee? Nee, want mijn grootmoeder is alleen thuis en ik heb beloofd dat ik vroeg thuis zou zijn. Zelf weten. Maar mis je wat? Wat? Ze heeft in de buurt televisieopname en zou na afloop even langskomen, dus... Ja, ik heb het beloofd dat ik jou zou vragen even te wachten. Je zus? Vroeg ze dat? Ajo, van die griet krijg je toch geen hoogte. Ze heeft het altijd over je, maar zelden wat goed. Ja, maar ze vroeg het wel. Zeg maar tegen dat arrogante vriendje van je, dat die mag wachten als die me wil zien. Ze kent de pot op. Hé, hey, zie je morgen. Hoi. Neem maar gauw een lekker warm kopje thee. Hier is naar Maartensdijk. Toen naar, weet het weer, daarna gooi ik hem toe. Hij een boeikop. En toen tussen Oudewater en Linschoten. Mooi is daar. Ja, Holland is prachtig mooi. Met hele drommen tegelijk vliegen ze naar Spanje, naar Griekenland. Maar in Oudewater zijn ze nog nooit geweest. Ik weet nog goed dat vader en ik is voor de oorlog. Hou maar. Dat lucht op, hè? Reken maar. Het regent trouwens ook niet meer. Onze lieve heer heeft zijn tranen ook gedroogd. Oh, God, ouwe kwezel. Nou, ik heb er nog altijd steun aan. Ze lachen me uit, moeder. Wie? Allemaal. Ach, wat doe ik er ook? Ik heb er geen verstand van, nooit gehad. Ik sta daar wezenloos bij een hoop steenslag en ik schrik me gek als er zo'n bulldozer op me afkomt. Ik sta overal in de weg. Ach, het gaat toch. Ja, maar hoe gaat het verder? Dit doet nog allemaal zijn werk, maar straks. Er is een brief voor u, Jannie. Van wie? Ik heb hem opengemaakt. Ik dacht er iets vervelends in stond en ik vond dat je dat er niet bij kon hebben. Nou, hier. Nou kan niemand me meer mevrouw Lanfer noemen. Jane Lanfer is dood. Leven Jannie. Kijk me goed te grazen, moeder. Wie? God. En alle engeltjes zingen in koor. Net goed, net goed. Net goed. Net goed. Net goed, Jannie blijft maar levenslang verloofd.
niet doen, je bruigom is bij ons, die kon niet langer wachten. Hosanna, hij denkt zelfs. Jij moet God de schuld niet geven, kind. Nee, mezelf. Het is wel een lugubere grap. Je moet ons schikken in wat ons wordt opgelegd. Nou, ik denk ook wel eens, waarom ik niet? Een oud mens. En hij was nog zo nodig. Maar ja, je thee wordt koud. Ik ben de hele dag op zoek geweest naar Schellekes. Ik heb hem niet gevonden. Wim was even oud als Frans. Ik weet nog goed dat hij als een jochie van 15 zijn hondje aan Franse leiband hing. Weet ik nog goed. Dat is ongeveer het laatste wat Frans tegen me zei. Denk erover Schellekes in de directie op te nemen. Harry zal een vakman naast zich nodig hebben. Ja. Zie je nou wel, Jannie? Godsraadsbesluit. Oh, haal toch niet overal de pas en de onpas, God bij moeder. De onpas? Ja. Schellekes heeft nauwelijks lagere school en geen cent. Maar hij is goud eerlijk en hij heeft 40 jaar praktijk. Daar leid je geen bedrijf met 200 man personeel mee. Daar heb je die dokter de Vries voor. Judas de Vries. Met zijn 30 preferente zilverlingen. Begrijp ik niet. Vind die meneer de Vries een hele aardige man. Ja, Judas was ook aardig. Hij stierf alleen van jaloezie. Zoals hij dat lang zal hij leven inzetten. Ja, nou, dat heeft dan ook prima geholpen, hè? Ja, wacht maar. Ik ga wel. Kom binnen. Ik heb het er maar op gewaagd. Je weet de weg, neem ik aan. Dank je. Bezoek, moeder. Nee, maar dag Marie, daar doe je goed aan. Ik moest toch in Oosterbeek zijn. Pastoor Konings heeft zo langzaamaan een fulltime job aan ons. Heeft u gestuurd of alleen maar gebracht? Hij zei dat ik moest doen wat mijn hart me ingaf. Och, gut. Wil je een kopje thee? Nee, thee is lauw, neem maar een borrel. Nee, echt niet, dank je. Ga maar zitten. Ik was op de begrafenis. Nou, doe me één plezier, ga niet zitten huilen. Weet je wat? Ik ga naar de keuken en ik zet de aardappels vast op. Dan wacht ik op Arie. Nee, moeder, nee. Speel jij dan maar voor veiligheidsraad. Die heeft ook geen enkele invloed, maar die bestaat tenminste. Ik ben zo terug. Nou, moet ik nou met jou? Waarom doe je zo radeloos? Zou je 5 minuten naar me willen luisteren? 5 minuten? Absoluut niet. Er was dus een weduwe zonder kinderen. Met een gedegen Roomse opvoeding. Met de complete ballast van doodzonde, onbevlekte ontvangenis. En heimelijke lustgevoelens jegens de dorpsadonis. Maar de Adonis liet zich verschalken door de dorpsafrodite met geld. Die hem na 1001 liefdesnachten een zoon schonk. De Adonis bedroog haar echter met het Rijkswegenplan. En zij bedroog hem met een charlatan en vertrok. Punt. Aha, dacht de weduwe, dat arme kind. Eerst de zoon, straks de vader. En met een slot op de brievenbus veegde zij de moeder schoon uit. Jij hebt meer woorden dan ik, Jannie. Ik hield van Frans en ik hield van de jongen en ik heb jou vervloekt. Jij hebt die band verbroken, ik niet. Ik dacht, breek hem dan helemaal, want zag de heelmeesters, vandaar die rotstreek met die brieven. Want dat was het wel. Wat er later tussen Frans en mij, daar ben ik nooit op uit geweest. Ik heb daar niet zo'n... Ik was op de begrafenis. Ik dacht nog... Ik vind het vreselijk voor je dat je... Dat ik nu geen weduwe ben, zoals jij. Wat ik nooit heb begrepen is waarom je zo lang, 10 jaar... Nou kan je lachen. Omdat ik eigenlijk trouw ben. Omdat ik al die jaren heb geprobeerd de consequenties van dat idiote avontuur te dragen. Ja? Avontuur. Uit liefde voor Frans. Ik wou niet, ik moest. Ik moest bestaan voor hem, hoe dan ook. Ik bestond niet.
Ik niet. Jij wel. Er ging geen dag voorbij voor praten over je. Scheldend, dat wel. Hij kon me niet begrijpen dat je een man die zo hard werkt en zoveel presteert in de steek kon laten. Daarom bestond jij in hem, dag in dag uit. En daarom bleef je ook een gevaar voor mij. Want liefde en haat liggen dicht naast elkaar. Dat is wel gebleken ook. Ja, te laat. Daar kan geen mens wat aan doen. Wat wil je eigenlijk? Ik kwam Arie om vergiffenis vragen. Onzin. Die brieven bestaan niet meer, die spelen geen rol meer. Mag ik nog wat vragen? Ja, je bent er nou toch. Wat doe je met de zaak? Niks. Ik ben aandeelhoudster, geen directeur. Weet dat er de laatste jaren met verlies is gewerkt, is misschien beter te stoppen. Dat kun je niet menen. Zijn levenswerk. Hij leeft niet meer. Maar je zoon? Die is er niet klaar voor. Moet zijn eigen weg vinden. En jij? Ik? Mens. Ik heb geen verstand van wegenbouw. Ik kan Teer niet eens van katjes erop onderscheiden. Maar heel vroeger deed jij toch de administratie? Ja, toen Frans onderaannemer was. Met 12 man personeel, ja. Is dat niks? Personeel inkrimpen? Overdoen aan die leegwater? Aris een eindexamen? In de leer bij Schellekes? Jij je inwerken in de boekhouding? Die de Vries eruit? Hé, ja. En wie doet de huishouding? Of zou jij dat nog willen? Dat kan toch niet meer? Dat hangt van mij af. En van jou natuurlijk. Maar dat vroeg ik niet. Die hoe heet ze, kwam ik tegen. Van Bente met die vroeg heb ik... Jochie. Dag Marie, wat goed van je. Dat had je beloofd, weet je nog. Wat goed. Ik ben wezenloos. Ik had je niet gezien. Hé, hey, hoe is het? Hoe ging je Frans? Mijn Frans? Ja. Mijn Frans ging zo. Hé, hey, jij belaast, want ik moet nog verder met dat ding. Ik moet eens even rustig met je praten. Heb je nog een erectie? Zat je nog aan je lieve Erikje te denken? Hang je bek al allemaal los. Kalm, hè. Heel kalm, vuile flikker. Stervend! Die stieke memiet heeft die rotknol van jou naar de verdommenis geholpen en probeert mij de schuld in de schoenen te schuiven. Hij was van Comenius afgelazerd. De hele tent daar ging ze naar de kloot. En wat doe jij? Wat doe jij? Elke dag in zijn kont kruipen en mij dood laten vallen. Dat ik zak van die kleren zooi kan jou niks verrot als je lieve Erikje dan maar doorgesleurd wordt. Wat heb ik je gedaan? Wat heb ik je gedaan? Het is jouw zoon niet als een rotschot als ik naar een andere tuchtschool moet. Rustig. Hou je smoel! Hou jij je smoel! Ik leg het je uit, je begrijpt er geen reet van. Ik begrijp er geen reet van, hè. Ik zal jou eens wat vertellen. Ik bel. Of nee. Ik schrijf naar die oude lui van jullie allebei dat jullie twee flikkers zijn. Dat jullie aan elkaar verslaafd zijn. Ah.
mevrouw, ik ben Els van Bentum. Oh, heel aangenaam natuurlijk, maar... Jezus, Arie. Hij had een beetje pech met zijn brommer, daarom heb ik hem maar even thuis gebracht. Ik heb gevochten. Oh, hoe is het met die andere? Hoor je nou wat vermoeder ik heb? Nee, ik bedoel, als het met hem maar erg is dan met jou, vind ik alles best. Nou, ik hoop dat hij het haalt. Els is het zusje van Erik, een schoolvriend van mijn vader, kende hem wel. Ik heb geloof ik wel een schedelbasis. Ik sloeg met mijn harsjes tegen een boomwortel. Ik moet even naar boven, sorry. Mag ik misschien weten wat er gebeurd is? U was toch een keer op Comenius omdat ze dachten dat Arie net als mijn broer homofiel was? Ja. Maar dat is hij niet. Nee. En Arie had beloofd dat hij mijn broer een beetje zou helpen bij zijn examen. En die jongen die hem te pakken had, daar reed Arie al het paard mee. En die is nu hartstikke jaloers. Oh, is die jongen ook homofiel? Nou, nee. Ja. En jij? Ik? Hoezo? Oh, ben jij een beetje verliefd op Arie? Ik? Wel, nee. Ik wil hem nog wel even goeiedag zeggen als u het goed vindt. Eerst terecht. Ja, dat is waar, nog mijn... meeleven met Arie's vader, met uw man. Dankjewel. Gaat het een beetje? Prima! Ik hou het midden tussen Tarzan en Kuifje. Maar ik heb wel koppijn. Misschien een beetje hersenschudding. Nou, daar waren mijn hersens best aan toe. Beterschap. Ja. Hup. Hey, joh. Sorry. Ah. Zo. Oh ja, dat is waar ook. Hou je al van me? Het is net of je vraagt in de aardappels of haar. Zijn het afkokers? Ja, Kuifje. Oh, Els, Els, wacht even. Kort als ik zeg dat ik nu voor het eerst echt happy ben. Om haar? Omdat ik gevochten heb.